Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het een ander soort video als normaal. Niet dat ik nog veel video's heb gemaakt. Maar goed, ik had opeens gisteren een heel leuk idee. En ik dacht, waarom ga ik het niet gewoon gelijk filmen vandaag? Wat ik dus wil gaan doen is een beetje laten zien hoe ik mijn leven buiten school en met school en alles combineer eigenlijk met paarden. Ik heb daar volgens mij wel eens 2 video's over gemaakt hoe ik het combineer school met paard. Maar dan vertelde ik het gewoon en ik dacht, wat is er nou gewoon leuker aan als jullie ook gewoon kunnen zien hoe een dag zeg maar gaat uit mijn leven. En niet dat ik dan de hele tijd ga vloggen, echt een dagvlog ga maken, maar gewoon een beetje vertel wat ik nu ga doen en ja, hoe het dan eigenlijk mijn dag een beetje verloopt. Dus dat leek me heel erg leuk om te filmen en daar maak ik dus ook vandaag een video over. Het is vandaag donderdag, het is 7 februari. En ik ben altijd op donderdag het eerste uur vrij. Het is dan nu ook niet super vroeg, want het is natuurlijk licht. Even kijken. Het is nu 10 voor 9. En ik moet over 10 minuutjes naar school toe. Dus ik ben een beetje laat. Nee, ik ben op zich wel klaar. Ik moet alleen mijn tas nog inpakken. Wat ik dus ga filmen zijn vandaag en morgen. Want ik dacht, dan laat ik ook een keer een dagje zien dat ik het eerste uur gewoon naar school toe moet. En het is ook wel een beetje anders, want vandaag ga ik zeg maar, als ik uit school kom, waarschijnlijk gelijk naar stal toe. Dus het varieert wel een beetje per dag bij mij. Maar ik neem jullie gewoon lekker mee en dan kunnen jullie het allemaal zelf zien. Het is dus nu 9:10. Ik ga mijn tas nog even inpakken, want als ik de eerste uur vrij ben, dan ben ik s'avonds altijd te lui voor. Als ik gewoon eerst naar school toe moet, dan moet ik om 8:00 op de fiets zitten. En dan heb ik s'avonds mijn kleding klaargelegd, mijn tas ingepakt en dat soort dingen. Maar ik ga daar gewoon even snel mijn tas inpakken. Ik heb mijn eten vanochtend al gemaakt. En ja, dan kan je gewoon naar school toe. En vandaag zit ik tot 5:00 op school. Ik heb namelijk een of ander project voor CKV wat nog na school moet. En een beetje jammer. Zo, het is een paar uur later. Het is nu namelijk 5:10. Ik was om 5:00 thuis van school, want we hadden dus een voorstelling in de stad. Bij ons theater in de stad, zeg maar. En sorry, ik ben een beetje buiten adem, zo gaat het altijd. Want ik ben de trap op gerend en ik moet 2 trappen op. Maar ik heb eventjes net wat gegeten en gedronken. Want natuurlijk altijd als ik thuis ben, meestal als ik thuis ben, ga ik huiswerk maken eerst, maar nu niet, want het is natuurlijk nu al later. Dus ik ga me nu snel omkleden en dan ga ik met mijn moeder naar stal toe. En daarna moet ik heel snel eten en ik hoop dat ik nog kan leren, want ik moet ook oppassen vanavond. Maar goed, dat zullen jullie allemaal zien. Ik ga me eventjes lekker omkleden en dan wordt tijd om naar stal te gaan. Ik hoop dat ik iets kan filmen, want we vergeten altijd om te filmen, want ik zeg altijd, ja, we moeten op de film van het rijden, maar dat vergeten we dus altijd. Maar ik zal proberen of het nu wel gaat, dus ja, ik ga me even omkleden. Ik heb me even snel omgekleed, mijn haar zit in het staart, want dat is natuurlijk nodig als ik naar stal toe ga, want anders zit mijn haar overal, vooral omdat het zo keihard waait buiten. En als mijn moeder klaar is, ik hoop dat ze zo klaar is, dan kunnen we dus naar stal gaan en dan eten we vandaag een keertje na stal, want ja. Het wordt dan wel iets later met eten. Het is nu 4:15. Dus meestal zijn ze 2 uur weg. Dus ze zullen om rond 7:30 terug zijn. Dus we het laat eten vandaag. Maar goed, maakt niet uit.
is nu zo'n 8:10 en jullie hebben als het goed is een stukje gezien van het rijden. In het begin ging het niet zo goed, aan het einde ging het wel echt super lekker, dus daar ben ik super blij om. Maar ik heb een beetje veel stress, want we waren zo rond 7:30 terug, zoals ik had gezegd, volgens mij 7:15. En toen moest ik eten. Toen hebben we Chinees gehaald. Het is nu 8:10 en ik moet even heel snel douchen. En dan moet ik om 9:15 oppassen en ik moet om 9:10 ongeveer weg. Dus ik heb nu precies 20 minuten of half uurtje om te douchen. Dus ik ga even snel mijn kleding die ik er straks aan had naar school ga ik nieuwe aandoen. En dan ga ik even super snel douchen, make-up eraf en alles en dan het weer opdoen. Dus top! En ja, dan neem ik ook mijn leerwerk mee naar het oppassen, want ik heb dus nu geen tijd meer gehad om te kunnen leren. Dus ik hoop dat ik daar nog een beetje kan leren. Dat de kinderen in bed liggen. Of in ieder geval snel in bed liggen en nog even kan leren. Ook ben ik super moe van vandaag. Want ik heb echt helemaal nog geen moment rust gehad. En dat zal ik vandaag ook niet krijgen totdat ik in mijn bed lig. Maar goed, ik moet dus opschieten. Dus ik ga nou even lekker douchen en de paden gevallen. Het is nu zo'n 9:30 ongeveer. En ik heb net mijn leerwerk voor me gepakt. Het zijn dus 1000 en nog wat woordjes moet ik voor Engels leren voor maandag. Ik ken al een heel groot deel hoor, maar ik moet dus nog meer leren. Ik ben dus nu aan het oppassen. Ik zit niet op mijn eigen bank, maar beneden bij mijn oppaskindjes. En ze liggen echt net in bed. Echt 1 seconde. Ik heb net mijn leerwerk gepakt. En ja, ik heb dus nu zo'n uurtje nog om te leren. Ik denk dat ik 30 minuten ga leren. En dan gewoon nog eventjes Netflix of YouTube kijken. Dat ik ook nog eventjes tot rust kan komen. Ja, ik heb natuurlijk op stal tot rust gekomen. Dus dat is fijn. Dus dat ga ik doen. En dan liggen ze lekker te slapen boven. En dan komen straks de ouders weer terug. Dus ja, ik ga nog eventjes lekker leren. Het is nu, even kijken, 10:50. En dat betekent dus dat het tijd is om te gaan slapen. Ik praat een beetje zachtjes, want er slapen dus al mensen hier. Beneden dan, ik slaap op zolder. En ik lig dus lekker in bedje. Ik heb net mijn kleren, dat leg ik altijd naast me voor morgenochtend als ik eerst naar school toe moet. Mijn wekker staat om 7:15, dus ik word morgen 7:15 wakker zo ongeveer. En ja, ik ben dus terug van het oppassen. Misschien pak ik meestal nog wat drinken. En dan doe ik gewoon mijn pyjama aan, dan poetsen alles, make-up eraf en dan ga ik zo naar bed toe. Dus dat ga ik nu ook doen en dan zie ik jullie morgenochtend als het goed is weer, als ik me niet verslaap. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus ik ga lekker slapen, telefoon op laten doen en eventjes checken of mijn wekker wel echt aanstaat. En ja, dan ga ik lekker slapen. Welterust allemaal. Zo, als jullie nu zien is het de volgende ochtend en ik had eventjes gefilmd wat ik dan allemaal deed. Ik ging hier gewoon mijn haar doen en ik stel eigenlijk mijn haar echt nooit. Maar nu mijn voorste plukjes zaten heel erg gek, dus ging ik ze even stylen. En ja, dat was eigenlijk niet nodig, want buiten regende het. Dus toen ik op school aankwam was alles gewoon weer niet stijl. Dus ja, dat ga ik hier eigenlijk doen. Dan doe ik een beetje mijn make-up en ja, dit duurt denk ik in totaal zo 10 minuutjes of zo. Nu 3:30 en meestal ben ik nu pas zo thuis ongeveer, maar ik was vanochtend, ging bijna naar school toe en toen kreeg ik een appje van mijn vrienden dat mijn blokuur, het 6e en 7e van wiskunde uitviel. Dus ik was opeens om 1:00 uit en meestal was ik om 2:50 uit, dus ik was zo blij toen op dat moment. Ik was wel een beetje chagrijnig, maar ik was toen zo blij. Dus het is nu 3:30 en ik was nu rond 2:30 thuis ongeveer. Toen heb ik gegeten, heb ik hem eventjes... Roos is altijd gek als ik tegen de camera praat. Maar toen heb ik gegeten en toen heb ik nog eventjes gewoon gekletst met mijn ouders en zo. En toen ben ik net naar de bank geweest om al mijn kleingeld in te wisselen. Want ik krijg met oppassen. Dus ja, nou staat het lekker wel op mijn bankrekening. Vind ik fijner. En nu ben ik eventjes huiswerk aan het maken. Maatschappij leren. En ik heb net scheikunde gemaakt. Dus ja, en dan ga ik, als ik dit af heb, ga ik zo naar stal toe. En dan ga ik lekker met Wakkerie spelen. Vandaag heeft ze een beetje een soort van rustig dagje. Want ze heeft de afgelopen dagen wel heel goed gedaan. Dus ik ga gewoon eventjes lekker kroelen en lekker lol, een beetje knol hebben. Misschien dat ik wel even zonder zadel op kan, dat is wel leuk. Maar moet ik even kijken hoe schrikachtig ze is en hoe druk het is. Dus ja, dat ga ik dus doen. Ik ga nou nog eventjes lekker
leren. Lekker leren, zo bedoel ik het niet. Ik ga nu nog even maatschappij leren doen. En dan denk ik dat ik over een half uurtje klaar ben en naar de stal te gaan. En dan moet ik even kijken of ik ga fietsen of dat ik gebracht kan worden. Dus ik ben nu op de stal aangekomen. Nou ja, al een tijdje ben ik op de stal. Ze hebben net eten gehad. Het is even spieken. Het is 5 uur geweest en rond 5 uur krijgen ze altijd eten. En Walker staat op de poetsplaats. En Walker heeft dus nog geen eten gehad. Dus is een beetje boos daarom. Sorry voor het geluid, want het waait heel erg hard. Maar ik heb de staart al gewassen, want die moet gewoon af en toe gewassen worden. Hij is zo smerig. Maar hij is nu weer helemaal wit. Hij moet even opdrogen, dus ik denk dat ik even een vlecht ga maken, dat hij misschien de komende dagen iets schoner blijft. Hè, puppy? Oh, ze zit er niet mee eens. En dan ga ik eventjes misschien... Wou ik er niet doen. Dan ga ik eventjes in de binnenbak nog met haar spelen. Ja, gaan we dat doen? Zorg voor het slechte licht, want de lamp staat hier. Oh, kusjes. Ga je naar binnenbak spelen? Zachtjes, hè? Ja. Oh, nee, niet doen. Mag ik zachtjes een kusje geven? Kusje? Ja, goed zo. Knap het. Dus dat gaan we eventjes doen. En dan wordt hij daar opgehaald als mijn vader klaar is met fitnessen. Dus dat zou over 30 minuten, 15 minuten zijn. En dan is het tijd om huis te gaan daarna. Maar eerst nog eventjes lekker mijn baard verzorgen, hè? Oh ja. Oké, het is nu een paar uurtjes later alweer, sorry. Maar ik was denk ik rond 6 uur, 7:30 thuis. Toen heb ik gegeten en nog even geleerd en met vriendinnen gefacetimed. Want we hebben onze vakantie, eerste eigen vakantie, met 3 vriendinnen ga ik op vakantie in de zomervakantie. Of eigenlijk net voor de zomervakantie. We gaan naar Mallorca toe waarschijnlijk. We gaan morgenochtend waarschijnlijk boeken. Dus ik heb er zoveel zin in. Ik vind het echt super spannend eigenlijk dat ik voor de eerste keer op vakantie ga met ze. Maar ik heb echt zoveel zin in. Misschien gaan we ook paardrijden op het strand. Maar dat zijn echt heel veel grote plannen. Want het is natuurlijk allemaal best wel duur om op vakantie te gaan. Want ik moet natuurlijk allemaal zelf betalen. Dus ja, maar ik vind het echt super spannend. En zoveel zin in nu al. Ook al hebben we nog niet eens echt geboekt. Maar waarschijnlijk gaat het wel goed komen. En ja, dat heb ik dus gedaan. Dus daarover heb ik over gepraat en gefeestdheid met mijn vriendinnen. En toen heb ik nog even lekker Netflix gekeken. Het is nu zo'n 11 uur. En mijn dag zit er voor vandaag weer op. Ja, het is dus vrijdag 11 uur. En sommigen zullen het wel vroeg vinden om naar bed te gaan. Maar ik ben altijd na van hele drukke dagen en een drukke week super moe. Dus ik ga nog wel eventjes lezen. Want het moet ook voor school. Maar ik vind het ook een leuk boek. En ja, dan ga ik slapen. Meestal ga ik door de week zo rond een uur of 10 naar bed. Ook vrij vroeg. Maar ik heb gewoon altijd zulke drukke dagen dat ik gewoon al moe ben. Om heel de dag eigenlijk al. Dus vind ik het lekker om 10 uur naar bed te gaan. Dit was dan de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje... ja, gewoon te zien hoe mijn dagen gaan. Het waren net wel 2 andere dagen dan ik meestal heb. Maar ja, dit gebeurt ook wel eens. Willen jullie nu dat ik hier een hele week zo film? Laat dan zeker hier in de reactie achter. Doe dan het blauwe duimpje omhoog. En ja, dan ga ik weer lekker slapen. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer bij een volgende video. Doei doei!